Stel je voor, je moet een geniaal antwoord bedenken op een debiele vraag en alles is puur hypothetisch. In mijn club zitten de twee scherpste mensen uit te laden. Seri Najari. Hallo. En Bert Janssens. Goeiedag. Er is ook een bekende denker bij en dat is vandaag Astrid Stockman. Nee, dat va. Shit, ik moet denken of wat? Puur hypothetisch. Stel, jullie zijn net verkozen tot de grootste partij van België. Proficiat. Dank u. Vrienden, sympathisanten, kiezers, wij hebben het gehaald. De grootste partij van België, dankzij jullie. Jullie hadden maar één verkiezingsbelofte, namelijk meer criminaliteit. Nu is het tijd om de mensen te geven waar ze voor gestemd hebben. De vraag is, met welke nieuwe wetten verhogen jullie de criminaliteit zoveel mogelijk? Dus geen premies voor huidige criminelen of zo. Aanmoedigingspremie zo van de Vlaamse overheid. Ik heb gezien dat jullie door de crisis allemaal iets minder criminaliteit hebben kunnen doen de voorbije jaren. Dus hier is wat geld om nog subsidies, dat is meestal mijn dossiertje invoeren. Wat zijn we van plan? Punt 1 eigenlijk van onze partijvisie is dat we misschien zoveel mogelijk geld in het laadje willen brengen om dat gat in de begroting een beetje te dichten. Okay, okay. Ja. Dus als we dan gewoon met een goed boetesysteem gaan werken... Dan weet ik het. Het is illegaal om niet aan het raampje te zitten in de trein. Ah. Wow. Hoeveel geld gaat er dan binnenstromen? Ja, of hoe gaan de treinen er vanaf nu uitzien? Allee, overal ramen, zo echt zo transparante treinen. Gewoon allemaal mensen in dat middenpad. Zo. Of iemand die ramen meeneemt op de trein. Ik zit naast het raampje. Ik kan mij niks maken. Of Facebook checken op het werk. Is vanaf nu een boete van €250 bijvoorbeeld. Ja. En dat wordt direct van je loon afgehaald. Dus je weet het niet eens. Dus op het einde van de maand... Je krijgt zo... -580. Ja. Opleggen. Je paycheck en dan zie je jij moet ons betalen. Ja, maar ik werk hier. Ja, vriendelijke, ja. Kunnen we nog criminaliteit gaan beboeten op het internet? En wel, porno wordt illegaal. Oef. Echt? Ja, dat hadden veel... Is dat eigenlijk... Nee. Nee, hè? Nee. Dubbelcheck. Want anders slaan we in de boei. Het kleinste dingen zo. Zelfs zo van dat porno waar dat dingen geblurred zijn of zo. Je krijgt een boete naar je thuis gestuurd. Ja. Oh, en zo'n heel opvallende. En op de envelop staat al wegens porno. Kijk, vetzak. Dat de postbode dat thuis denkt. Oh my god. Oeh, halleluja. Weer een. Zo'n einde van het straat. Porno. Amai. Hier woont er een viezerik. En dan volgende... Ja. Porno. Hier woont er ook een viezerik. The fuck is er al? En als je minderjarig... is dat? Als je minderjarig bent, dan krijgt je mama of je papa de brief. Oh, oh my god. Dat is kut. Ik heb ook wel het gevoel dat er een bepaalde bevolkingsgroep, zijn de mannen, veel meer gaan getroffen zijn door deze maatregelen. Ja, ik denk dat klopt. Ook. Maar dat is niks. Ja, dat mag ook iets. We gaan lekker discrimineren. Ik denk, zo, als je echt criminaliteit wil aanwakkeren, ja? Dat wat goed is om gewoon iets banaal illegaal te maken. Mm. Dus een brood kopen is illegaal. Ja. En dan in de eerste plaats al veel meer criminaliteit, want mensen kopen broden. Maar wat je altijd als bijproduct hebt, is dat er dan zo van die... Een zwarte markt. Gangstersyndicaten zijn. En na een maand of drie gaan er mensen elkaar beginnen neerschieten op straat. Voor een tijgerpistolet. Voor zakken bloemen en allemaal. Zo, dat soort shit. Vitesse, dat is voor de haven van Antwerpen. Ja. Alles is nu gewoon bloem. Ja, zo was dat. Kook. Nee, bloem. Stoel of wat? Nee, maar kook. Mensen willen dat niet. En jullie gaan dan zo op de hoek van de straat met een lange jas staan en je doet dat open en zegt je... een wit brood, dat is €450. Pas op, de flikken zijn... Wat? En dan zijn er zo honden die naar vers brood komen snuffelen. Zo. Nee. Hebt u misschien iets van broodwaren bij vandaag? Ik zou liever zo'n underground bakery beginnen. Zo. Ja. Dat je ergens zo'n rioolput open doet. Ja. En dan daarin kruipen allemaal gewapende mannen. Ja. Wat is het wachtwoord? En dan komt de winst. Hallo. Drie sandwiches met suiker, alstublieft. Ja, dat is goed. Ja. Dat zou wel goed zijn. Nog iets daarmee? Puur hypothetisch. Er is een birdwatcher. Ja, er zit een klein bruin vogeltje bij ons in de hof. En ik vind dat is illegaal vanaf nu. Betalen, vriend. Betalen. Ik heb €20.000. Zo opzoeken welke tuinvogel. Birdwatching. Op de dark web gaan doen. Ja. En dat er dan zo'n reporter van Pano op dat forum zit. We hebben er ene gasten, we hebben er ene godverdomme een birdwatcher. Zijn wij getuigenis willen doen over het feit dat je geïnteresseerd bent in tuinvogels? Nee. Een schokkende reportage. Mag dat anoniem? Ik wil niet dat mijn familie mij herkent. Ik zou liever zo een geblurred gezicht hebben en dan mijn stem zo heel hoog gepitcht. Ja, ik was gewoon aan
kijken, dan zal ik het ook even zitten. Vanavond, Vogelen in Vlaanderen op VRT. Vanavond in Pano. Sowieso die Tim, weet je, Tim Verheyen. Ja, een reportage van Tim Verheyen. Het is eigenlijk gewoon begonnen met één klein bruin vogeltje nemen dan af. En ja, ik ben erin gerold, ik ben er nooit nog uitgeraakt. Dat blijkt dan een nachtegaal te zijn. Dat is een nachtegaal. Ik heb heel lang geflipt. Dus deze stage heb ik er allemaal op vogelzaad liggen. Ik heb een boekje in de vogelgips. Zelfs een verrekijker, ik weet het wel. Sorry. Monster. In de chatgroepen praten ze over vogels, alsof het gewone dieren zijn. Ja, en als je dan nachtegaaltjes begint dan met de snelnood aan zware stof, en dan ja, zo begint het. Hè. Dan schakel je over op de wielenwalen. Ja, zo'n meeuw, zo'n grote witte meeuw. Zo. Hallo groep, ik denk dat ik gisteren een quickstaartje heb gezien. Kan iemand bevestigen? Heeft nog iemand deze gezien? Regio Linkeroever? Ik weet niet of jullie weten van zo de banaliteit van de gasboetes. Je kunt tegenwoordig voor alles een boete krijgen. Hè? Dus in Leuven krijg je dan een boete als je een straatmuzikant bent en je zingt vals. In Lokeren mocht je niet waar zeggen. Wat? Echt? Ja. En ook geen dromen uitleggen. In Deinze krijg je een gasboete als je opgeraapte confetti opnieuw in de lucht gooit. Vul dit lijstje aan met nog wat absurde criminele praktijken. Gasboete voor... Voor het woord gast, zeg jij in Antwerpen. Geest. Gast. Ah, ja, ja. Nou, weet je, dat gaat dan. Hey, gast. Hey, meneer. Kijk, als je ze zegt. Oh, hey, gast. Mijn eigen nu. Ja. Ja, nog eens. Ja. Zijn er zo dingen die, als we ze illegaal maken, de Belgen toch echt niet kunnen laten? Frietjesdag. Op vrijdag. Dat zou ongezien zijn. Ja, ja, ja. Stel je voor, we moeten zo underground frietjes gaan halen. En je moet je haasten, want de frieten mogen niet koud worden. En het is wel leuk, want als er dan in het nieuws zo een illegaal frituur wordt opgerold, dan staan er een paar trotse agenten in de krant met de buit. De werkomstandigheden waren erbarmelijk. Die mensen moesten de hele tijd in frietgeur staan. Die moesten kun je lang werken en die stonken. Zo erg. Een barbecue is ook wel iets zeer Belgisch. Dat ruikt je van ver natuurlijk. Hè? Mm-hmm. Ja. Mm-hmm. Hoe zouden mensen het dan aanpakken? Onder de damkap. Barbecue onder de damkap? Ah ja, eigenlijk dat je zo rookt, maar je wilt niet laten ruiken. Oh. Barbecue aan het raam. Dat is allemaal naar binnen waar. En als uw ouders dan thuis komen, zo rap, zo... Ja. Doet die kolen uit. Doet die satés weg. Wie rookt tussen de kolen? Ah, zodat die ineens ook anders ruikt. Ja, meneer. Goedenavond, lokale politie. We hebben een klacht gekregen van uw buren dat die naar barbecue zou ruiken. Moet wij eens binnenkijken? Het is een eucharistieviering, dames en heren. Ze moet dat snappen, wij zijn zwaar christelijk. Ah, ja, zwaar christelijk. Oké, shalom dan, goedenavond. Er zijn heel dagelijkse dingen die we crimineel kunnen maken, zoals daten bijvoorbeeld. Als we het u zien doen in het openbaar... Oeh. Ja, voilà. Spannend. Daar staan behoorlijke straffen op. Hoe raakt je nog aan een lief als wij met onze partij daten illegaal maken? Oeh, in zo van die, ken je het zo van die afterparty clubs? Met zo'n wachtwoord. Ja, en wel, we doen dat, maar zo waar dat mensen dan kunnen daten. Hmm. En ja, dan, en af en toe komen we daar zo en we doen daar een radio. Controle! Maar dan moet je gewoon zo afspreken met je date, dat je wel zo heet het zo... Yeah, bro. Ah ja, vriendschappelijk ja, doe. Dat als er controle is... Ja, en, veel, en, zo, ja, en boeren laten en in hun neus. Oh my god. Ja, dat je niet aan het daten bent, dat zou ik toch nooit doen. Maar, ah, dat is goed. Als je voorbereidt, dat je ook zo je chique kleren aan hebt, maar je hebt zo één vuil hemd voor erover. Ja. Zo, wat? Nee? Zie mij nu. Stel u voor. Zo had ik toch nooit aan een lief vragen. Ja, of je gaat op hotel en je zegt dat dat je neef is. Ew. I'll do it. Nee, en dan zou ik zeggen van, ja, maar nee, dat is echt mijn neef. Allee, ik noem die kozen. Ik merk duidelijk dat er geen spoortje seks aanwezig is. Hè. Wil je een handdoeken van het hotel of niet? Hey, kozen. Oh my god. Of zo echt iets heel, heel asexueel doen. Zo postzegelverzamelingen bekijken samen. Oh. Zij gewoon twee filatelisten. Yo, ik zou mijn vriendje gewoon in een rolstoel of zo zitten. Dan moet ik daar altijd bij zijn. Ah, ja, om die te helpen. Ah, begeleiders. Ja, en dan heb ik zoiets van, nee, want die kan niet alleen naar het toilet. Terwijl dat toilet, bam, 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 bam. Oh. Dat is niet meer daten waar dat jij het over hebt. Nee. Ja, maar ik bedoel... Je bedoelt kloppen om te kijken of iemand op het toilet zit. Of... En die echt vragen om zo weinig mogelijk met zijn benen te doen, zodat hij echt van die zwakke dunne beentjes heeft. Zo voorbereidend werk. Ja. Ik denk ook dat de
kloosters een enorme boom gaan hebben. Ah. Want vanaf dat je celibatair bent, pater, zuster, priester in opleiding, ben je eigenlijk in de clear en kun je doen wat je wilt. Hè. Als je ingetreden bent of je hebt zo dat uniformje. Ah, dat is het ultieme bewijs. Kun jij naar je Tinder-date gaan en zeg je, het is een geestelijke consultatie, meneer de Flik. Bam, 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 bam. Bam, inderdaad. Zo twee nonnen waarvan één zo'n mega behaarde benen heeft. Zo. Mevrouw? Ja. Oh, dat is wel goed. Het is wel het ultieme dekmantel, denk ik. Ja. Puur hypothetisch. Ik was wel aan het denken, zo kindjes indoctrineren door zo hun favoriete muzikantjes. Zo, dat als Kadri zingt over steek je buurman neer en allemaal. Oh, ja. Ja, dat ze dan denken, ah, cool, ik wil dat ook doen later. Ja, ja, ja. En dan is het plots later en steken ze een buurman neer. De catchy hit. Steek je buurman neer, steek je buurman neer. Steek je buurman, steek je buurman neer. Dat is zo'n TikTok-challenge met kookversnijden. Of... Ik vind TikTok sowieso een goed kanaal om kinderen zo wat te brainwashen. Ik denk dat het langs daar moet, ja. Kookversnijden-challenge. Ja. 100 gram op 10 seconden of zo. Ja. En dan zo'n achtergrond de nieuwste hit van Reggie. Vergeet de tijd. Je hebt toch ook vaak zo'n soort van doorgeef-challenge? Hè, zoals de Icebook-challenge vroeger. Ah ja, ik nomineer zoveel. Ja. Ja, iets met nomineren. Ik heb een gezien van als die spier aan het snuiven was. Zo. Oh, dat is zo... Wat? Is echt het zotste ooit. Maar ja, zo'n hand, zo, met een hens accent. Zo. Ik nomineer Dange. Ik nomineer Klein Frankie. Ik nomineer Zot Bibi. Het is zo... We recruteren die ene Gentenaar. Ja. En die gaat gewoon zo superwervend mensen aansporen om op beeld spiet te snuiven. Wat wij ook kunnen doen, is gewoon mensen aanzetten om die dingen te doen dat ze in sommige steden niet mochten. Ja. Waar is in een boomklimmen in Sinterklaas? Dat is echt tof. En dan de police bellen. Ja. Oh, kijk! Dat is dan weer de verklikkingscultuur. Ja, maar dat daar kunnen we veel uit halen. Gewoon echt snitchen. Ja. Snitchen for life. Wij geven snitchpremies. In plaats van de 13e maand krijg je een snitchpremie. Tuurlijk, als je op één manier de criminaliteit hoger wilt krijgen, dan is dat door snitchen. Ja, maar tellement, dat is eigenlijk zo... De base. Ja, the only thing we need. Ja. Wij geven mensen snitchpremies. À la Holocaust-achtig. Oké. Zo, ik wil een crimineel zitten. Nee. Hoe hoger dat de boete is, hoe meer snitchpremie dat je krijgt. Voilà. Dat is een incentive. Of het mag het. Puur hypothetisch. We gaan gewoon heel flexibele wetgeving toepassen. Oh, voilà. Zo volgende week. Volgende week is nu een keer te hard rijden verboden. Ja. Maar de week daarna niet meer. Ja, dat is wel goed eigenlijk. Ja, verwarring zaaien. Ja, en dat ook zeer onduidelijk zo op teletext communiceren, maar dat bestaat niet meer. Maar boeien. Ja, of zo van die verkeersborden, like van in de eerste 15 dagen mocht je hier aan die kant parkeren, maar de andere 15 dagen niet. Maar vooral is zo'n verkeersborden, zo, dat er dan 1 tot 15 op staan. Dat je nog moet denken, tot... welke dag is vandaag? Mag ik het nu te rap rijden? Mag ik vandaag afpersen? Of... Oh nee, dat was gisteren. Ah, Jesus, man. Stoem. Ja, maar er gaan er altijd zijn die het niet doorhebben dat het te laat is. En die pakken we. We pakken ze. Mm-hmm. En we pakken ze hard ook. Voilà, als te snel rijden... Bam, bam, bam. Oh my god. En ook zo'n stomme regels van op dinsdag 22 maart mocht je kinderen niet gaan halen van school. Wat? Huh? Hoe? Het mag niet. Ja. En dinsdag 22 maart is kinderontvoering ook legaal. Ja, foutje. Als je ze woensdag nog bij hebt, dan zijn ze een zware crimineel. Dus dat is het wel vlaan. Kunnen ze ook zo'n... ja, deze week moeten iedereen van 8 uur 's morgens tot 16 uur in de namiddag vasten. Because we're all trying intermittent fasting. Oh. En je weet wanneer dat iemand wel heeft gegeten. Ja. Je ziet aan die zijn kop. Je rik het ook een beetje. Kom, maho. Mag ik niet zomaar mijn maho opsnijden? Ah, jawel, ik heb een max. Het is vandaag dinsdag, dus ik mag je maho opsnijden. De procureur-generaal heeft gezegd dat mag. Puur hypothetisch. Puur hypothetisch. Serin, Astrid en Bert, bedankt voor jullie antwoorden op mijn debiele vraag. Ik heb heel veel goede dingen gehoord, maar er kan maar één idee het beste zijn en dat is brood illegaal maken.
wat gaat leiden tot zotte wanpraktijken en een gigantische zwarte markt voor brood en pistolets en andere patisseriewaren. Heb je iets voor mij? Wat moet hebben? Coke? Speed? Lang wit gesneden? Ik had eerder gedacht aan keer iets anders. Rond grof of iets meer gaan of zo. Oh, fuck de flikken. Wat is dat hier allemaal? Nee, mevrouw Nagent, ik weet van niets, zeg niet. Coke, weed, speed. Nee, ik weet echt niet, ik weet het niet. Kanker, ga de koffer maar een keer open. Ja, oké, okay, ja. Die sandwiches zijn echt niet van mij, echt niet. En dat in de buurt waar dat kinderen spelen. Maar nee, ik zei het toch, dat is niet van mij, dat is allemaal niet van mij. Uw soort hoort in de bak. Mag ik jullie danken voor het harde denkwerk? Ja, mocht dat. Serena Jari, Astrid Stokman, Bert Janssens. Wil je trouwens zelf een leuke hypothese insturen of heb je nog een fantastisch debiel antwoord op een van onze vragen? Stuur ons dan een mailtje op puurhypothetisch@stubru.be. Dit was een podcast van Studio Brussel. Vond je hem leuk? Check dan zeker ook onze andere podcasts, zoals de Popcast, waarin Stijn van de Voorde elke week zijn licht laat schijnen over het muzieknieuws. Nu in de Stubru-app of via stubru.be.